1. Sup iedereen. Welkom bij deze gloednieuwe. Vlog. Hey, hij wil die lijpe Minecraft bril op, weet je wel? Ik ben wakker geworden op de bank vanochtend. Okke ook. We zijn gisteravond op de bank in slaap gevallen. En nu beginnen we de dag lekker met een bakkie. Plurr! In het zonnetje. Maar we hebben die vuurtafel aangehad gisteravond. Maar volgens mij is dit niet helemaal de bedoeling, toch? Dat het helemaal zwart uitslaat. Ja, maar het is niet echt hout, hè? Dit is steen. Dus ja, het is steen. Maar je ziet dat die onderste stenen, dat vulkanische steen, dat slaat niet zwart uit. Dus waarom is dat? Heeft iemand tips? Of doen we iets fout? Laat het weten in de comments. Groot spreekwoordenboek. Het momentje. Elke dag in de vlog als we thuis zijn ook. Dit keer voor de verandering mag jij er een keer in uitzoeken. Okay. Eentje die bij je past, of die je bij het weer vindt passen, of eentje die je wat leert, of eentje die je grappig vindt. Ja, kijk lekker op je gemakkie en dan misschien vind je wat. Aan het begin van het boek kan je de inhoudsopgave zien, kan je kopjes zien. Liefde, seksualiteit, visserij, scheepvaart, familie, vrienden, kan je allemaal zien. Ik weet niet of jij hem al kent, jij kent heel veel spreekwoorden. Iemand beentje lichten. Iemand beentje lichten. Ik zou niet weten, iemand oplichten of zo, iemand voor de gek houden. Door iemand poogje te haken kan men een beentje lichten waardoor hij ten val komt. Wie figuurlijk wordt beentje gelicht wordt door een andere bijvoorbeeld wat zijn positie betreft onderuit gehaald. Oh, oké. Okay. Dat iemand eigenlijk je van je positie afwerkt. Dus stel je voor, jij bent directeur en ik wil je plek innemen, dan ga ik jou even beentje lichten. Ja. Iemand beentje lichten, ja. Die is goed, die is handig. Ja. Zullen lachen? Ja, weet ik niet. Ik was fucking lang aan het zoeken, ik had er eindelijk eens. Ook eens een pak voor de dorpse middeleeuwse feesten. Ga je vanavond tot het gaatje, Ok? Ja. Te diep in het glaasje kijken. Heb je nog een uitspraak? Ja, ik heb me alleen niet aangemeld voor de spellen. Maar ik ga er gewoon heen om bier te drinken en de gezelligheid. Gast, wat zou jij het heet krijgen in 30 graden met die bondkraag op je bek? Ik denk dat het wel heet wordt, ja. Maar ja, joh. Maar dan heb je wel een fucking dikke outfit. Ja. Wat stond erbij? Wat ben je? Een prins. Een prins? Ik ben een prins uit de middeleeuwen. Oh, we hebben hier Prins Charming. Gaat er nog gehunt worden vanavond, Ok? Ja, 100. Mijn knife. Ja. Maat tortilla kip. 2 stuks. Geniet ervan. Dankjewel. Al bij het vers vak gehaald of snel bij de supermarkt. En daarna gaan we even naar oma. Want die heeft boerenboter voor mij gehaald. Nou, zo lief, dat moeten we wel voor ophalen natuurlijk. Het zijn soms de simpele dingetjes in het leven die fantastisch zijn. Mijn oma die had laatst voor mij. Even kijken, hebben we nog? Ja. Boerenboter gehaald, dat is gewoon roomboter. Alleen dan echt gewoon direct vanaf een boer. Dus krijg je in een soort papiertje. Hier, boerenroomboter staat erop. Boerenroom. Het zit gewoon in een papiertje. Krijg je echt een mega blok. Echt zo'n ronde klomp soort van. Beetje ovaal, eiachtig. Ziet er gewoon uit als boter, niks bijzonders. Ik film gewoon een stuk boter, besef dat. Maar het gaat erom is dat dit is zoveel lekkerder dan uit de supermarkt. Zelfs als ik biologische boter haal of iets. Het is zoveel voller en beter van smaak. Zoiets simpels maakt je leven zoveel beter. Fantastisch. Ik kan er niet over uit. Dus mijn oma die belde van, ja, ik heb weer een nieuwe klomp voor je gehaald. Dat zou wel op zijn. Ik zeg, nou nog niet. Maar we komen de nieuwe klompen vast halen. Dus gaan we even gezellig bij opa en oma langs. En dan gaan we de boter ophalen, even bakkie doen daar, zo gezellig joh. Hetzelfde als met die honing, had ik ook met mijn opa en oma en Ok toen in Valkenburg gekocht, in Limburg. Echte honing van een imker, het verschil in smaak als het niet bewerkt is. Ja, het is gewoon, oh, zit toch bij iedereen diep in het lichaam, hè. Het gevoel van eten, dat het gewoon magnifiek is, de boven de wapie. Mr. Pils. Yes. Are you ready? Yes, I'm ready. Zo Ok, als je dit ziet, heb je er dan een beetje zin in? Zo, en hoe jongen. Kijk hoe het is aangekleed, katapult in de verte. Ja, dit is partytenten. Kijk, een schip in het water. Ja. Geweldig, hè? Opa en oma gaan ook, maar die gaan geloof ik morgenavond. Oh, hele feestweek. Hoi, goeiedag. Nee, die gaan volgens mij ook elke dag. Sowieso zondag. Oh, hij lag te pitten. Ja? Ja. Oh, de Sister Maternal Divesta Centra. En wat betekent die dat als? Een circuitpakker. Volgens mij ben ik op dit adres met mijn neus in de boter gevallen. Ja, zie je het niet? Hey, lieve. Lag je te tukken? Nou, we waren lekker bezig fietsen. Ja. En toen kwamen we thuis en toen waren we zo heerlijk even op de bank, lekker cool. En dan ga je een beetje lummelen, hè? Beetje lummelen, ja. We laten scharrelen, maar dat wil ze niet vrijkomen. Scharrelen? Oh, wat. Ook naar waar haal je de boter nou, vraag ik me af? Bij welke boer is dat? Ik wou bijna hetzelfde pakken als jou koop eerst. Wow!
Van wie is die van jou? Oh mijn godje. Hij staat er vol op, ja. Alle tranen komen gelijk in mijn ogen. Wat ziek. Wat een scheet. Ja, lekker. Eén bakje, een zwart bakkie. Ik ook een zwart bakkie. Zo, maar oma, bij welke boer haal je die boter nou? Zo te horen, niet heel ver weg. Kwakernaak. Kwakernaak. Oké. Oud-Ader, fantastisch. Ja. Bij de boerenlandwinkel is dat. Dat is een landwinkeltje. Dat is gewoon een boer. En dan kun je hebt een heel klein toonbankje en zo. Ja. En bij de verkooptieke. Dat is super. Een paar dagen in de week. Maar, kijk dan. Kijk, dat is die heerlijke boerenboter. En ik ga altijd. Hij is zo ja. Lekker, serieus. De kip gehakt maakt niet uit. Alles smaakt beter. Ja. Maar dat zo vol. Wat zeg je? Dat het nog niet op is bij jou. Ja, maar ja, ik ben heel veel weg geweest ook, hè? Ja, ja. Maar dan moet het in die tas nemen. Doe maar niet. Zo. Er zit al mijn ridderspul in. Moet je dat ga je ook nog zuipen, opa? Ben jij vanavond ook present? Ik ben vanavond ook present, ja. Oh, en ben jij? Wie ben jij? Ik ben nog een priester of zo? Ik ben een prins. Een prins? Oh. Ik heb toch al laten zien gisteren die foto? Van mij niet. Dat zou ik even laten zien aan je. Hij loopt hier achter de bank en zei, kijk dus ook op de foto van... Ja, maar dat kan je wel zeggen, maar ik kan me dat echt niet herinneren. Oh, helaas. Dit ben ik. Maar dat... Oh ja, nee, je lijkt een beetje op je vader. Ja. Met je in dat pak, ja. Maar jullie gaan ook toch? Wanneer gaan jullie? Morgen? Ja, wij gaan morgen. Nee, we gaan vanavond eerst gaan we even op de foto. Met het groepje... Groepje ridders. Van de family. Ja, maar Pip heeft nog geen kleding. Ik weet niet of dat... Nee, dan moet ze naar de Veen. Daar heb je een verhuur, een pakkenverhuur. Ja, maar ja. Ik bedoel... Oh, heb je het in de Veen gehad? De geest weg? Nee, ik heb deze gewoon besteld. Oh. Van tevoren allemaal al aangegeven natuurlijk. Ik kan het ook wel bestellen op internet. En... Ja, ik kan het ook wel bestellen. Jullie gaan vanavond even gezellig biertje doen en morgen gaan jullie vol gas. Morgen gaan we dus naar de feesttent. Ja. Maar ik ga vanavond even kijken naar die naar dat schieten. Maar door kattenpul schieten. Ja. Kippenkluif weten. Dood van de hitte in de kippenkluif weten. Ja, maar iemand doet dat. Ja, als het heet. Maar zijn we dat pakken of dat niet? Ik open onze kleding niet uit, dus dat helemaal vastgeplakt. Het moest helemaal losgehaald. Ja, Jos had de priester vastgeplakt in zijn pak. Ik ben een monnik. Een monnik? Ik ben een monnik. Ja, maar dat weet je dan. Monnik Jopino. Mijn naam is Jan Jopino. Ik kom dus uit een klooster. En dat klooster dat is hier ergens in de buurt. Waar precies, dat kan ik niet zeggen, want er komen daar wel mensen op af. Zwijgheet. Ik ben eigenlijk een goede opa. Is goed. Kijk, zelfs bij opa en oma, vers focussie. Zo. En anders niks. Ja, die hebben we nog steeds. Ja, dat is sinds 2017. Hij is helemaal versleten in het midden, zie je dat? Het wordt tijd dat je weer naar Amerika gaat. Ja, dit keer neem ik er een mee uit Los Angeles. Neem ik rest maar mee op. Ja. Wij zitten te praten over Shahid, want ik was aan het varen van de week met Shahid. Dat hebben opa en oma ook natuurlijk gezien in de vlog. En wij gaan zo goed op Shahid. Wij zeggen eigenlijk, ja, het is eigenlijk gewoon een teringleier, maar dan wel dat je zegt een leuke teringleier, weet je. Dat is toch gewoon een pest, gewoon een hond is het eigenlijk. Ja. Een unieke ADHD, we gaan zo goed erop. En opa, jij deed hem na, hè, Shahid? Ja, ik deed hem. Ja, hoe zit hij op de bank? Althans, als je het zitten kan doen. Ja, iets. Ja. De bankje. En hoe kon hij niet op de bank zitten, zei je? Gewoon ontspannen, toch? Maar je blijft wel een leuke gozer, hoor. Ja, ik moet ook wel lachen. Prachtig. Ja, Shahid is echt een uniek mens. Ik zei het ook een keer tegen Roy. Ik zeg, Roy, ik ken nog niemand ooit wel zo ontmoet als Shahid. Nee. Gewoon zo druk en aan en constant weet hij een nieuwe grappige rol te verzinnen. Ja. De hele dag iedereen in de zijk nemen. En altijd weer nieuwe dingen. Ik denk, hoe kan het? Ja. Het jongste zoontje, Don, is precies zo. Ja, dat is ook een geniepen feentje, hoor. Ja, het mooie is dat. Ja, maar die leuke kinderen. Als je gewoon ook thuis komt, na een dag met Shahid, dan moet je altijd nog nalachen. Ja. Altijd. Ja, ja, ja. En zo is hij gewoon ook. Altijd. Hij is gewoon zo. Ja, dus we zaten daar lekker over te lullen en lagen helemaal in een deuk dat Shahid altijd maar aanstaat.
Ja. Hij staat nooit niet aan. Het is vermakelijk hoe ze iets vasthield en alles deed. Stoeien met Mart? Dat hij dacht, nou, ja, ik laat jou niet los, maar hij bleef natuurlijk vasthouden. Hij is taai. Hij is, taai. Vuur, hij is echt een taai. Het is geen opgever, hè? Nee, dat moet ook niet. Kijk eens, lieverd. Dank u. Een lekker pakje boter. Een lekker echte boerenroomboter. Heel goed. De kleur is ook veel geler, hè? Ja, echte boter, ja. Maar het is echt, ik vind het ook heerlijk. Ja, maar jij staat hier maar aan die bar, opa. Wil je een biertje van oma of zo? Ja, nee. Wat? De bar is nog gesloten. Ja, is dat zo? De bar gaat vandaag wel open, maar het duurt nog even. Zo, even bij Okkie in de tuin. Ja, dat leeft zo erg, die middeleeuwse feesten. Ik zou wel tijd hebben om te gaan vanavond, alleen ik zit met één ding, ik heb geen pak. Kaartjes kon nog gefixt worden. Ik heb geen pak natuurlijk en ik kom ook niet meer uit het dorp, maar dat is in principe voor iedereen toegankelijk. Ik voel me ook gewoon fit de laatste tijd en we zijn natuurlijk net naar Praag geweest, 3 dagen alleen maar gezopen en niet geslapen. Dus ik vind het wel lekker om een beetje fit te blijven. Ja, dit is wel iets wat maar eens in de zoveel jaar wordt georganiseerd. Eens in de 10 jaar. Dat is dan nog wel iets meer dan eens in een paar jaar. Het is heel uniek gewoon. Maar in ieder geval kijk hoe erg het leeft. Er zit gewoon een zegel op die kaart. Wat vet. Ja. Het gilde. Ik was een ouderwetse zegel. Kijk, de man is, jongen. We hebben Robin Hood. Hij heeft zijn pijl in zijn broek, denk ik. Ja. Ja, Okke, jongen. Super dik. Ja, dat is wel echt de helft van de hand. Hier ook nog een geslachte beer of zo. Okke, ik denk dat jouw pak dat het een van de zeldzamer is. Hoe gaan de meeste mensen dan? Hoe lopen die? Allemaal middeleeuw schoon. Ja, gewoon ouderwetse pakken, jute zakken en dingen. Want ik weet nog, vroeger liep iedereen in jute zakken geknipt met zijn handen eruit en voeten en zo. Die cape ook. Die gaat stinken naar pils, hé. Hij heeft nog een zwaard ook. En zo hoort het. Ja, nog een mes. Maar ik ben nog niet klaar. Deze moet ik. Ridder op Yeezy's. Ja, ik doe zo mijn andere zwarte Yeezy's aan. Het is echt zo'n dom dilemma. Ga ik wel, ga ik niet? Ik ga toch even voor de zekerheid checken of ik misschien niet een pakje heb. Want volgens mij heb ik nog een pakje van een ridder bij mijn ouders thuis liggen. Dus lopen we even snel heen. Ja, ik wil wel gaan. Ja, ja, dat is tante dik toch? Dan wil ik ook wel filmen, maar ik wil gewoon niet te veel gaan zuipen. Ja, maar waarom pakken we dan thuis niet even je GoPro? Die kan je gewoon los in je GoPro, die kan je in je zak stoppen. Ja, dan kan je niet zoomen en zo. Ja, maar dat jammer dan. Ik bedoel, het wordt toch donker vanavond. Ja, dan moet je helemaal geen GoPro hebben. Ja. Deze, de camera maakt niet uit. Het is meer dat ik vind het lekker om fit te zijn, man. Maar ja, het is wel fucking leuk. Ja, maar bij jou hebben we nog zo'n tassie, weet je? Ja, zo'n fanny pack bedoel je. Ja, dat is wel handig. Daar kan ik alles in doen. Maar het gaat daar niet om. Het gaat puur om het zuipen en het laat wordt. Zo. Ik hoor mijn pa knippen naar die hond. Goeiedag. Hallo, Bubba. Zijn we welkom in dit kasteel? Ja. Ik heb hier prins Okke bij me. Dus die heeft wel een koninklijke behandeling nodig. Hierbij sla ik jou tot ridder in de orde van de blauwe knoop. Hi ma. Hi. Zo, heb jij je middeleeuwse pyjama aan? Dit is het. Oh. Wat gaat dat? Nee, ik heb hem boven liggen. Ik heb ook wel een pakje. Dat zeg je zelf. Maar hij is er gaaf, hoor. Ja, het is gaaf, hè? Ja. Goed, hè? Bobo, even rustig, joh. Ja. Heb jij papa al gezien? Nee. Gaat nu aan. Oh, sorry. Zo, je hoort het. Wij gaan ons nu omkleden. Rustig. Ja? Ga je niet even mee? Kom, rustig. Ga meestal gaan. Wel? Ja, het is te leuk. Ik weet niet of niet pippen. Leg hier op het kastje. Je hond is helemaal gek. Dat kattenpult schieten zo meteen. Ja, ik moet eigenlijk wel even mee, hè? Het is alleen maar lokaal volk. Die denken gewoon, oh, dom. Oh, nee, maar daar zit ik ook niet ook over in. Nee, het is meer dat ik vind het zo lekker om fit te zijn. Weet je, alles is dan zoveel makkelijker om alles gedisciplineerd te doen. Om 7:30 begint gewoon het kattenpult schieten en activiteit. Het feest begint pas om 9:00, dus je kan die 1,5 uur ook hartstikke leuke content. Ik zou gewoon lekker gaan. En dan heb ik wat je op je hoofd komt. Hey, weet je wat, ik ga even ook die gasten bellen hoe laat die gaan en zo. Ik ga wel even mee. Maar dan moet ik wel een pak hebben. Want wij moeten 7:15 al bij Linda zijn. Ja, ik join jullie dan wel gewoon. Dan zie ik die gasten daar, want die gaan toch allemaal. Ja. Ja, die hebben ook een paar keer gevraagd, kom gewoon. Ja. Weet je, die appte me gisteren, dus ik moet graag wel mee, fuck it. Ja, je had even gebeld natuurlijk, ik dacht eigenlijk nou. Ja, ik ga mee, wat doe ik moeilijk eigenlijk ook, zo. Ja, is ik dacht, verdorie, je mist alles zo. Ja, zonde. Kom, we hebben ook even een pak. Schijt, maar ik ga gaan mijn vrouw Holle pakken aan. Ook, mijn hol wat, dacht ik nou. Ja, Bobo, we zijn zo weer beneden, kom even knuffelen. We gaan even kijken of Bobo nog een pak heeft. Hier zou ik eventueel nog iets kunnen hebben liggen. Maar of dat waar is? Het hoeft niet een geheel pak te zijn. Ik kan ook alleen de top zijn of de broek. Zie, we hebben ook alleen de top, zeg maar. Sinterklaaspak. Misschien dat jij dit kan aandoen. Hè? Een soort cape.
Een soort cape. Heb je nog een oude jutezak of zo? Oh, trouwens, zie nu jouw pak. Wat leuk. Ja, is nog niet af. Moet mijn muts hier nog op. Ja, die zit eronder, toch? En die zit eronder. Zo, maar kan je er wat mee? Ja, dan misschien wel. Dan moet je maar zwarte vegen op je armen of weet ik wat. Nou, hier dan. Net zoals vroeger moeten we denk ik de kleren zelf gaan maken. Hier, dit is schapenwol. Lekker warm. Maar misschien kunnen we er wat mee. Ik heb een idee. Ik heb drie losse dingen, maar misschien dat het kan werken als ik ze samenvoeg. Kijk, in die tijd zouden ze er toch acht hebben eruit, dus dan ga ik ervoor zorgen dat het er ook zo uitziet. Ja joh, ja, jou boeit het toch allemaal niet hoe je eruit ziet. Ja, maar gewoon een thema, dat vind ik natuurlijk wel leuk. Ja. Dus al die mensen de moeite. En of je nou ook even snel langs komt, je moet toch een thema wachten. Ja. Oh, ik weet ik al wat je gaat doen. Ja, weet je, denk je al? Ja. Bobo, kijk uit. Bobo, kom maar hier. Hier. Snap je wat ik ga doen, of niet? Ja. Je gaat hem over je hoofd trekken. Ja, dat is wel de bedoeling. Hier, kijk, als je nou zo doet. Hé, hey, ja. En dan dit eroverheen. Zo, dat kriebelt als de pest, hè? Ja, is het geen, is het geen isolatiewol? Nou, dan slaap ik vannacht al niet als ik dan dit gedaan heb. Dat ziet er niet uit. Dit ziet er echt niet uit, maar ja, boeien. Zo. Bobo, wat zeg je ervan? Zelfgemaakt kostuum. Met benadrukking op zelfgemaakt. Ja, nou ja, ja. Ik vind het beter staan zonder dat jurkie. Gewoon zo? Ja, dat vind ik nog beter staan eigenlijk. Ja, zo? Ja. Oké, okay, heb je je camera? Ja, 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 ik film. Okay. Ja, jij bent de beul. Ja. Nee, ik wil niet. Nee, genade. Ah, ja, wow! Meen je dat al? Nee! Het schaap op, kijk! Nee! Ah. Wow, wat vet! Hij is echt eng, ja! Ja, kijk dan dat! Het is echt fantastisch! Dit is hartstikke goed! Wel? Ja! Ja, ik, geniaal! Je kunt er ook een broek voor knippen, denk ik! Ik heb nog zo'n lappie! Pa, jouw outfit is wel echt te ziek! Dit is echt niet normaal. Ja, leg je kop maar op het hakblok. Nee, daar gaat ie. De human guillotine is dit. De prins wordt vermoord. Ja, dan moet je ook niet zo stelen. Maar ik ben de beul, maar nooit een dierenbeul. Wel een bierenbeul. Een bierenbeul. Een karige wortel voor onder je... Die heb ik al. Maar ik ben creatief geweest, ook. Kijk, ik denk schapenvacht. Ik ben gewoon een schapenherder. Kijk. Touwtje hier, touwtje daar. Het ziet er wel prima uit, toch? Ja, dit ziet er al goed uit. En als ik dan deze op doe erbij, lijkt echt op een houden schaap hebben. Ja. Of ja, dat, niet iedereen maakt er zo'n huis van, hoor. Nee. Er zijn ook mensen die gewoon een flapje aan doen. Zullen we wel maar gaan lopen dan? Ja, ik heb... Ziet er goed uit, maat, oprecht. Maar snel gefixt. Ik heb geen schoenen, ik ben onder slippers, ik heb geen goede... Helemaal goed. Ja, ja, dat maakt niet uit, joh. Papa, een paar stappen staan nog. Als je ook sokken voor mij zou hebben, zou fantastisch zijn. Ja. Tuurlijk. Oké, okay. Nou, goeie. Nou, ga toch maar mee. Maar ja, ik heb ook geen bezoomlens niet bij me, ik heb dat tasje niet. We moeten heen en weer rijden gewoon. Dat is kleine moeite, toch? Het begint half acht, dus als je de foto hebt gemaakt... Kunnen we even heen en weer rijden? Dan kan je even heen en weer rijden. Oké, okay. Nou, dit wordt gewoon mijn outfit. Helemaal super. Welkom. Alleen moeten we even heen en weer rijden, Ok en ik. Oh, nu vergeet ik mijn slippers ook weer. Sorry, Bo. Dan rijden Ok en ik even heen en weer naar mijn huis. Dan komen we daarna gewoon terug, zijn we nog op tijd. Fucking lijp. Lijk ik op je? Ben ik je zoon? Ja, absoluut. Grijsheid zit in de familie, of niet? Een ruw gebaard achter een boom. Ruw gebaard achter een boom. Is dat zo? Het lijkt wel of je uit als gevangen was dronken. Het lijkt wel of je als gevangen uit een of andere kasteelkerker komt. Maar ja, toch even snel uit de losse pols verzonnen. En had je dit toch nog boven liggen dan? Ja, dit wel. Dit. Geweldig. Ja hoor. Goeiedag. Goeiedag, oud konijn. Frankie naar buiten. En dan vergrijpt hij het konijn. Kijk, Siep, ik ga toch maar mee. Ik heb zelf van schapenwol net dit gemaakt. Goeiedag, priester. Dank u. Ik kan nu nog een wezen groetje doen voordat we gaan. Zo, de beul. Ga maar liggen. Geestelijke problemen. Ga maar liggen. Een monnik. Maar niet bij hem. Zie er goed uit, Per. Heel de zon.
snor. Ja, wel een zwarte snor, ja. En een zwarte kapper. En een zwarte kapper. Maar oma, wat zie je er goed uit. Fantastisch. Iedereen ziet er goed uit. Nou. Ik krijg geen nekhernia van dat kruis. Chaos. We gaan nog wel even een fotootje maken voordat Ok en ik even snel in de weer rijden. Mickey, je gaat er in de touw hangen, daar zo. Oma, maar jij gaat non-stop door vanavond, heb ik gehoord. Ja, 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 jij kan naast oma zitten. Ik word, je moet een paar mensen zitten en een paar mensen staan. Ah, dan kan je jij moet naast ma zitten daar. Zo, kijk eens aan. Nou, met die zon. Huppatee. Ja. Dan moet jij erbij. Woehoe. Ja. Ja. Super. Chaos, chaos, chaos. Het is allemaal gelukt. We zijn er. Ik heb ook nog een soort kap aangedaan. Nou, het zal allemaal wel. Let's go. Ik ben blij dat mijn outfit luchtig is. Tot verdikken me. We zijn nu, we moeten daar helemaal naar achter. Daar heb je die kattenpilt. Kijk, zie je daar allemaal boven. Kijk, 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 kijk. Haast, haast, haast. Moet er nog op tijd zijn. Hier de heksenwaag. Een soort weegschaal. Wow. Oh ja, wow. Ja, daar gaat hij. Oh, die komt ook echt mee. Zo, live. Kijk, 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 kijk. Nog katapult afvuren, de menigte ook. Ja. En de katapults die al geschoten zijn, graag klaarmaken voor de volgende ronde. Zodat we de tweede ronde gaan we eigenlijk geen praatjes meer, maar dan gaan we lekker rammen. Dus wie het ver schiet of zo. Ja. Elke wijk heb één katapult. Licht, ja. Kom maar. Daar komt ie. Kijk, zware kogel. Het volk van Noord. Lage Vrieboekhorsters, kom maar. Zo! Zo! Wat lijp! Dat is... Kijk, prachtig schot! Dat ze dit er kan wel zo opbouwen. Dat piketpaaltje wordt er ingeslagen. Is hij al leeg? Ja, echt in twee slokken. Ik had dorst. Echt... Ga door! Ja, die was niet heel ver. Ah, wel heel ver. Geef ze een groot applaus, spreken niet een record! Wel een fantastisch schot! De zonen en meiden! Dan hierbij! Ja, we zitten in de arena. We zijn aan het verzamelen. Onze kipklijfmeister. Die moet zo meteen hier gaan kipklijven. Roy, hoeveel honger heb je? Ik heb geen honger. Hoeveel kip moet je bikken dan? Een kilo. Een kilo. En wie het snelste chapt, die wint. En een liter bier. Dus je moet 2 kilo naar binnen werken. Okay. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik goede context heb gegeven, maar het is gewoon simpel. Middeleeuws themafeest, zuipen en vreten. Meer hoef je niet te weten, ze maken alles zelf. Oh. Toch ook? Jouw feest! Dit bol waar we ook blizzard kip heen, alsjeblieft. Hey, je moet gewoon kip slop. Hebben we onze nicht Mermet? Mermet! Laten we die biceps zien dan! Hoi! In een jurkje, lekker hoor. De arena begint vol te stromen. Roy zit hier zo, die is zenuwachtig. Die krijgt natuurlijk geen haptoys. Geen haptoys trot. Ja, is wel leuk. Oom Rick. Met de snor en al. Familie zit hier. Het is gewoon maar kipfilet, hè? Is kipfilet? Dat is veel makkelijker. Oh, ik dacht... Je moet echt alles wat je wil. Ik dacht kipkluiven, man. Ik kan vol spelen met die bordjes. Dan moet je op snap kijken. Oh, snap. Oh ja, nee, het is niet kipfilet zoals een broma, maar gewoon kipfilet als in een bakje gesneden kipfilet. En rauw. Salmonella voor de win. Hey, dit is wonder van Praag nog. Dit is niet normaal. Gevallen van de step. Ja, zo, ik heb gewoon de tunnel. Hebben jullie de tunnel gezien? De tunnel, ja. En, maar ik heb een shotje gemaakt van je billen, Guus. Van je billen. Panzervuist. Nee. Hij komt aankakken op het laatste moment. Iedereen zit ready. Hey Wes! Ja, ik zag dat. Veel zin. Nee, ja, zo keek ik. Maar we hebben hier allemaal kannen, man. I got one question. Who wants beer? Yeah! I got beer. Where's beer? Ik wijs hem niet af. Lekker, man. Ik ben erbij. Wakker. Lekker, man. Dankjewel. We zijn de barfammers. De barfammers. Ja, man.
Hey Wes, waarom heb jij je niet aangemeld dan? Zuipen, chappen. Zuipen, chappen. Dat doe ik niet. Ik ga... Alleen zuipen. Alleen zuipen. Nu is alleen zuipen. Zondag ga ik boogschieten. Hou je dit wel mee met de sport? Ja, ja. Boogschieten. Lekker hoor. Hey, je hebt ook nog modderworstelen. Ga je dan kijken? Modderworstelen? Ja, dat doet Turner aan mee. En Long John. Long John. Echte mannen zie je bij touwtrekken. Touwtrekken. Echte mannen. Jij trekt al jaren aan je eigen touwtje, Guus. Kleine strijders, kijk. Hij is gek. Hey, hey, rondje. Ja, dat is de looi, hè. Kijk, hij rent weg. Het is ook van alle leeftijden, weet je wel. Ja. Zo'n stille killer, weet je wel. Die beuk van die. Ook een Dalmatier paard. Roy, Swampy. We gaan met z'n allen staan zo als Roy opkomt. Hè. Hij is gek! Nou is de zoon, hè? Staan. Voor de jongen van het verhaal dat hij in de weekenden niet slaapt omdat hij alleen wil eten en drinken. Kijk, je hebt hier die gasten die gaan proeven en dan moeten ze even aan de koning hier en de koning moet moet even de kip voorproeven. Nou, wat is dit joh, geweldig. De koning ook met een gebroken kak, kijk dan naar je ding. Ja, hij heeft zijn poot gebroken ook nog, ja. Roy moet even shinen, jongen. Hoe boers kan het zijn? Op klompen, op klompen. Ja, hij staat op klompen, die gast in het geel. 3, 2, 1, 0! We zijn los! Ja, nu zit gelijk hele verschillende technieken. De ene technieken, de andere gaat gelijk koud spullen. Hele verschillende technieken. De ene is... Ja, iedereen staat een beetje voor elkaar, is moeilijk zien, maar er wordt flink gebikt ergens over. Nee, maar dit is dan een voorbeeld van tap en chappen. Tap en chappen, ja, dit is echt tap en chappen. Maar je ziet het vanaf hier bijna niet, man. Nee, al die we kent... kijken gewoon of een straal bar zien gaan, dan is goud. Kijk dit dan. Maar Gandalf staat voor Roy, je ziet het niet goed. Kom op Roy, Sampia! Kijk, daar gaat het. Altijd zijn pils gewoon bijna. Dat is ook zo mooi. Ries, jij vindt het echt helemaal geweldig, hè? Het is toch ook helemaal fantastisch? Ja. Kijk die glimlach! Dit is zijn schraken. Dit is zijn schraken, ja, wat goed. Kijk, de kappen tilt ik op de achtergrond dan. Dan staat ik er nergens op dit. Alle boys supporten hem. Hij veroordeelt gewoon lekker. Hij gaat ze bijna weer aan ons veldje. Die kop is voor de hij wel bijna zijn kop weg. Maar hij is zijn kop weg. Maar we hebben niets te doen. We moeten een klein beetje naar huis. We moeten een klein beetje naar huis. Oh, de eerste is klaar. Blauwe shirt is klaar. Oeke komt ook even bijvullen hoor, kijk er is. Ja, daar is hij. Nice! We hebben nog een nice, gefeliciteerd man. Blauwe shirt. Ja, Roy die hebben alleen nog een paar slokje bier. Nee, en waar voor mij dan? Zij!
Kuipen. Hey Mer. Ik vind het wel een prestatie van Roy. Ja, een beetje jammer. Ik had hem beter verwacht. Beter verwacht. Ik had beter verwacht. Tim. Ik heb toch mooie prestatie van Roy. Beter verwacht. Hij heeft nog gestreden. Hij heeft gestreden. Rick. Rick, prestaties van Roy. Kasi. Ik had meer verwacht van hem. Meer verwacht. Roy was echt wel te slecht. Oké. Zijn we maar staan. We houden wel van je. Hey Lucky, jij hebt morgen maat. Jij lekker uit, jongen. Altijd even dan. Altijd even. Zo ben ik niet. Zeg wel, let maar op. Ja. Hij slaat me dan dat je heel goed. Morgen maat. Come on! Dit is de contentainer. Ja. Oh, ja, ja. Oh, dit gaat echt top. Nou, ja zeg. Nou, het was al een leuke avond. We gaan gewoon. Deze troglodiet, die doet het toch best. Zo, terug thuis. Het was gewoon eigenlijk de hele avond alleen maar dansen. Gewoon hoi, hoi, hoi. En op elkaar omhelzen, gewoon in de feesttent. Dus we hebben de hele avond gezellig gehad. De hele avond gesopen, uiteindelijk gepit bij Jorgen Okker bij Benevies. Helemaal super, dus daar ben ik helemaal blij mee. Kon ik lekker daar pitten. En het was goud. Morgen zien jullie mij weer om 5 uur. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog van de Middeleeuwse Feesten. Ik hoop ook dat iedereen die er was het heel naar zijn zin heeft gehad. Dat zit denk ik wel goed. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dan is tot de volgende video. Laattoppers. Mooi jongens, jongen. Alles goed binnen? Ja, heel goed.